FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Timbo. Met 6 punten op zak uit de eerste 3 duels na de winterstop gaat FC Volendam donderdagavond op bezoek in de Johan Cruijff Arena. De ploeg van Wim Jonk treft hier Ajax. De laatste keer dat FC Volendam af mocht reizen naar de arena werd het een bijzonder duel voor spits Robert Muren. Ja, dat we verloren hebben, maar dat we het zo moeilijk gemaakt hebben. Dus dat gaan we nu weer doen. Precies die 67 minuten gaan we vol in de aanval. En dat zou natuurlijk mooi wezen. Eerder dit seizoen verloor FC Volendam met 4-2 van Ajax, maar was dichtbij een punt. Muren heeft vanuit dat duel onthouden wat FC Volendam kan uitrichten tegen Ajax. Ten eerste, er is dus iets mogelijk. Ook tegen Ajax, ook tegen de grotere clubs. En als we dat gevoel met elkaar kunnen gaan creëren, ja, dan kan er gewoon wat ontstaan. En dan kunnen we, ze zitten in een moeilijke fase, dus dan kunnen we daar gaan stunten. Hè? Een aantal weken geleden werd geoefend tegen Ajax. Ook toen was FC Volendam dicht bij een goed resultaat. Ja, dat is natuurlijk heel anders, maar ja, toen deden we het ook niet slecht. Gelijkspelletje was dat, hè, die 4-4. Ja, toen speelden ze natuurlijk niet echt met het eerste elftal, maar ja, daar hebben we het wel redelijk gedaan. Een aantal puntjes na natuurlijk, je krijgt er 4 tegen, maar je maakt er ook 4, dus dat is wel positief. Dus. Maar goede dingen weer meenemen. FC Volendam is na de winter gestart met 6 punten uit 3 duels. Iets wat ondanks de nederlaag tegen Excelsior vertrouwen geeft. Ja, maar goed, nou, het is natuurlijk stom om te zeggen na de wedstrijd van Excelsior. Dat was natuurlijk wel een fikse tegenvaller voor het hele team. Maar goed, er is wel weer wat nieuwe energie, noemen we dat mooi. En dat moeten we eigenlijk elke wedstrijd meenemen. En dat was tegen Excelsior even minder, maar daar moeten we donderdag en zondag weer vol voor gaan. FC Volendam speelt sinds kort in een nieuw systeem. Ook voor Muren betekent dit een verandering van het spel. Nou ja, tweemans voorhoede. Eigenlijk een beetje in mijn eentje met 2 kort achter. Maar met 2 aanvallende backs kunnen we daar natuurlijk wel veel creëren. Ja, wat verandert er voor mij? Ik heb er 2 kort onder me staan. Dat vind ik fijn. En ja, wat ik zeg, met die 2 aanvallende backs kunnen we natuurlijk wel veel mogelijkheden benutten daar. Dus ik ben er wel tevreden over. Ajax is niet in grootste vorm en is de laatste weken kwetsbaar gebleken. Kansen liggen dus zeker voor FC Volendam. We hebben het vaak over de eerste klap uitdelen in de wedstrijd. En misschien moeten we daarop richten. Heel compact spelen, elkaar helpen, ik denk dat dat heel belangrijk is. En gewoon je longen uit je lijf rennen totdat je niet meer kan. De wedstrijd Ajax-FC Volendam is donderdag live te volgen op ESPN2. Het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 9 uur.